Dames en heren, hartelijk welkom op deze eerste beursvloer in Baren. En het draait om vrijwilligerswerk. Wel nu, het belangrijke moment. Aan welke kant zal ik staan, Jan? Die kant uit. Ach. Ekkel al. Onze wethouder die de opening heeft verricht, die staat inmiddels hier naast me aan de tafel. Als wethouder zo'n beursvloer openen, u geeft eigenlijk aan het belang wat het is. De vrijwilligers samenbrengen met de verschillende organisaties. En ook de gemeente Baren is daarbij betrokken. Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Ja, dat is een hele goede zaak. Wij hebben binnen onze organisatie al mensen gevraagd of zij mee willen doen met vrijwilligerswerk. En zij zullen vandaag, dat doet de gemeentesecretaris, zullen zij verschillende matches tot stand brengen om taken uit te gaan voeren. Wel allemaal in projectmatig verband. Dus het zijn dan eenmalige activiteiten die een start kennen en ook een eindtijd. En binnen die tijd moet het dan gebeuren. Ja, er heeft weer een match plaatsgevonden tussen de Rabobank Soest-Baren en Eemnes en Stichting Ouderwetse Genieten. En wie zocht nou iets? En... Ja, vraag en aanbod, hè, is net bij elkaar gekomen. Ik weet niet of jij eigenlijk wat zocht, maar ik heb wel geboden. En uiteindelijk is die match gekomen. Nou ja, dat is ook het doel natuurlijk van vandaag. En de Rabobank gaat koken voor eenzame ouderen in Baren, hè, hebben we afgesproken. En zij gaan in het restaurantje bij mij, wat ik huur, eens in de zoveel tijd, gaan zij kokkerellen voor eenzame ouderen. Waarschijnlijk ga jij het voor elkaar krijgen dat een van de directeuren ook ouderen komt ophalen, hè, in een VIP-bus van de Rabobank of zo. En we gaan smakelijk genieten en de ouderen een onvergetelijke avond geven, denk ik. Hè? Ja, daar ben ik blij mee. Ja, Ilona, waarom heb je voor deze match gekozen? Nou, ik vind het heel belangrijk dat we dichtbij en betrokken zijn. En een mooie stichting. En samen met de medewerkers iets doen voor de gemeente betrokken. Dat is, lijkt me heel een mooi doel. Ja. Hoe vind je dat deze beursvloer dat het georganiseerd wordt? Ja, goed. De bedrijven komen goed met elkaar in contact en je kan goed netwerken en beter kennen. Dus je kan zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. En ik denk dat je dan meer kan bereiken. Ja. Het wordt ook officieel vastgelegd door een notaris. Ja, dat is net gebeurd. We hebben alleen nog geen handje geschud. Zullen we dat voor de camera doen, Ilona? Van harte. Ja, en op een onvergetelijke avond voor de eenzame ouderen. Ja. Ja, volgens mij vindt hier bijna weer een match plaats. Ik zie mevrouw Annemarie Schaken van Bedrijf van de Toekomst en Anneke Spruit van Sherpa. Wie heeft iets aan te bieden in dit geval? Ik heb iets aan te bieden. Ik woon sinds oktober 2011 in Baarn. En ik ben business en family coach. Ik bied twee dingen aan en dat heeft alles te maken met de transitietijd waarin we leven. Dus transitie is eigenlijk het onderwerp. Dat betekent van jongeren, van kinderen naar volwassenheid. Het begeleiden van ouders en jeugd vanaf 12 jaar. En daarnaast als business coach eigenlijk het transitieproces wat er in de samenleving gaande is. Dat gestart is dan met de financiële crisis. En dat we allemaal gewoon anders moeten gaan denken en handelen. En dat proces begeleiden, en dan is mijn specialisme visieontwikkeling. Ondernemers of leidinggevende of managers mee begeleiden. Ten eerste bij hunzelf en hoe je dat dan overbrengt in je bedrijf. Nou, en daar heeft mevrouw mij al op geselecteerd vanaf de website. Ik heb vanmorgen ook al zitten kijken. Ik dacht, nou, dat komt eigenlijk het meest overheen met wat deze mensen vragen. En nu zijn wij daarover aan het praten. Dus u denkt wel dat er een match uitkomt? Ja, volgens mij komt daar wel een match uit. Ja, ik werk voor Sherpa en wij bij de afdeling maatschappelijke inzet. En wij houden ons bezig met alles wat met vrijwillige inzet te maken heeft. En wij zijn steeds meer bezig om sociaal te ondernemen. Dus als zorgorganisatie moet je ook steeds meer naar buiten treden. Je moet ondernemen. Er worden allerlei
verwachtingen aan zorgorganisaties gesteld. En wij willen er heel graag in mee. En wij waren eigenlijk op zoek, of we zijn nog steeds eigenlijk op zoek naar iemand die ons daar even bij kan helpen. Van wat is onze visie? We willen ondernemend, sociaal ondernemerschap tonen. Hoe kunnen we dat het beste doen? Waar moeten we rekening mee houden? En hoe, en dat is heel belangrijk, krijgen we andere mensen binnen Sherpa daarin mee? Zonder dat mensen zeggen van hakken in het zand, daar heb ik geen zin in. Hoe kunnen we het zo brengen dat mensen ook de voordelen daarvan zien? En nog weer even een andere kijk erop, een andere inbreng van iemand. Ja. Nou, en ja. Het is niet alleen een andere kijk, het is fundamenteel anders. Nou, minister Schippers, die woont hier ook in Baarn, hè? Die is natuurlijk ook de grote initiator van dat zorg ook geld zelf moet kunnen opbrengen. Het is fundamentele verandering die aan de gang zijn. En dat is juist mijn ding, daar begrijp ik wat van. Meer dan de gemiddelde, zelfs veel meer, denk ik. En het gaat zeker in de zorg ook om fundamentele veranderingen. Dus ik denk dat het heel aardig matcht met wat zij vraagt op dit moment. En nou, we zitten over een dagdeel te praten om daar eens aan te wijden. En dan maak ik ook met Sherpa kennis. En het lijkt me heel leuk. Ik zie dat hier al een matchformulier wordt ingevuld. Dus volgens mij is het helemaal goed gekomen hier. Meneer Van Garderen. Ja, dat klopt. Ja, wij gaan de Waterscouting Club die gaan we ondersteunen bij het onderhoudswerk aan het clubhuis. Dan gaan we kijken hoe we dat inhoudelijk in kunnen vullen. Ja. Waarom heeft u voor de Waterscouting gekozen? Is dat misschien bewust of gewoon om ze te helpen? Dat is natuurlijk een match die je op het vragenformulier al vrij snel zag ontstaan. En ik heb ook wel wat met die club. Daar hebben wat familieleden altijd bij gezeten. En de tegenprestatie is ook niet geheel onbelangrijk. Dat is een dag varen op de schouw van de club, op de boot van de club. En ik heb wel wat met zeilen. Ja, ik vind het gewoon een leuke club. Ja. Dat is helemaal goed gekomen. Ja, was al op zoek naar een match. Gelukkig is het gelukt. Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En ik denk dat we er ook heel veel aan hebben. En behalve voor dit moment zeg maar een goede oplossing voor onze NL Doet klus, zeg maar, is het misschien ook iets waar we wat van kunnen leren. Zodat we sommige dingen die dan gedaan worden in de toekomst misschien wel zelf kunnen doen. Dus wat dat betreft is dat alleen maar positief. Ja. Want wat moet er allemaal gedaan worden bij jullie? Nou, we willen in de toekomst misschien een aanbouw maken. Maar voor we dat gaan doen, willen we gewoon dat het clubhuis zelf in ieder geval gewoon 100% veilig is. Nou, en dat is iets wat we zo snel mogelijk willen doen. En vandaar dat we daar ook hard naar op zoek zijn. Ja. En waar bent u van? Senior Banking. En dat is Dirk. En ik ben van Financieel Adviesbureau Kooijman in het Hoogt. En wat de drijf is om hier te zitten, is in feite dat de minder draagkrachtige financiële vraagstukken tegenkomt. Dat vraagstuk wordt neergelegd bij een hulpverlener. Dat kan een medewerker of een vrijwilliger zijn van Stichting Welzijn Baarn, maar ook van Humanitas of het Leger des Heils. Dus een vrijwilliger die aan huis komt voor de zorgverlening. En wat wij willen, dat is de hulpaanbieder instructie geven over financiële zaken. Aan die vrijwilliger dus. Vrijwilligers coachen en opleiden om dat werk te kunnen doen. Dat is eigenlijk werk wat ik normaal gesproken ook doe bij Senior Banking. Alleen mijn klanten zijn normaal gesproken mensen met geld. Maar mensen met minder geld lopen eigenlijk met dezelfde problemen. Toch een beetje de teruglopende service van banken. Dat is nou eenmaal zo en dat begrijp ik ook heel goed. En de digitalisering van de maatschappij. Dus die mensen moeten gewoon geholpen worden door vrijwilligers. En die gaan, Dirk en ik gaan die opleiden. Ja, heel goed. En want u bent van... Ik ben van Stichting Welzijn Baarn, ouderenadviseur. En ik heb te maken met die minder draagkrachtige groep, waar geen oplossing voor is. Dus het is een heel mooi aanbod. Ja. Ja, er moet ook een tegenprestatie plaatsvinden. Wat heeft u dan te bieden? Nou, op het moment dat wij, dat doen we nu ook hoor, draagkrachtige klanten hebben, dan verwijzen wij voor de particuliere... En eveneens naar Dirk Kooijman. Ja. Tegenover me staat weer een van de deelnemers. Wie ben je? Ik ben Anne Slingeland en ik ben hier vandaag namens Mentorschap Midden-Nederland. Mentorschap Midden-Nederland, wat is dat? Wat Mentorschap Midden-Nederland doet is vrijwilligers inzetten. En dat zijn niet zomaar vrijwilligers, dat zijn vrijwilligers die optreden als mentor
voor mensen die door hun ziekte of beperking niet alle beslissingen zelf kunnen nemen. En ook geen familieleden of anderen in hun omgeving hebben die dat over kunnen nemen. En dan zetten wij een mentor in. En dat is een vrijwilliger die door de rechter benoemd wordt. Vrijwilligers die je dus in kunt zetten. Dat is best een heel verantwoordelijk baan eigenlijk die je dan op je neemt. Dat is het zeker, ja. Ja. Vandaar ook dat we ze wel op een goede manier voorbereiden en begeleiden bij datgene wat ze doen. En je bent hier ook gekomen om iets weg te geven? Ik ben vooral wat komen halen. Vertel. Ik zei net, we willen die mensen wel goed voorbereiden en helpen bij wat ze doen. En daarom geven we ze cursus en blijven we ze ook regelmatig bijscholen. En daarvoor zoeken we ruimte. Dat is gelukt. Ik heb een match kunnen sluiten met de Rabobank, waarvan we waarschijnlijk de ruimte in Eemnes kunnen gebruiken. Twee keer, in ieder geval dit jaar, om onze vrijwilligers te scholen. Dat is fantastisch. Dus dat is, je bent niet voor niks hier naartoe gekomen. Nee, zeker niet. Nee, en ik heb ook stiekem de notaris nog even gestrikt voor wat advies. Dus ik ben heel tevreden. Van de Water van de Boog en Gerrie Ruttenberg van Alias. Misschien kunt u even heel kort zeggen wat de Boog is. Boog biedt aan mensen met een lichamelijke beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel dagactiviteiten hier in Baren op de Schoolstraat. Op de Schoolstraat. En Alias? Alias die, is een toneelvereniging in Baren, een toneelgroep. En die bestaat uit 8 vrouwen en die vinden het erg leuk om de boog aan te bieden om op te treden. Om een leuke voorstelling te geven voor de bezoekers van de boog. Ja, dus daar waren jullie naar op zoek. Wij waren op zoek naar mogelijkheden om aandacht te schenken aan het feit dat we in juni 5 jaar bestaan. En dat gaan we feestelijk vieren. Ja. En Alias bood aan om dat mede op te luisteren met een eenakter. Ja, u moet ook een tegenprestatie leveren. Dat zijn een beetje de voorwaarden van deze beursvloer. Wat we hebben afgesproken is dat wij zorgen natuurlijk al voor PR voor onze eigen 5-jarig bestaan. Mm-hmm. Dat we daar zeker ook aandacht aan Alias zullen besteden. Ja. Zodat zij ook wat meer bekendheid krijgen. De eerste beursvloer vandaag. Hoe zijn jullie op het initiatief gekomen? Nou, het initiatief speelt al jaren. Ik denk dat ik al een jaar of 5, 6 bezig ben om het op te zetten. En dat lukte steeds niet omdat allerlei omstandigheden waardoor het dus niet van de grond kwam. Nu heb ik afgelopen jaar een opleiding gevolgd als mbo-intermediair en mezelf als doel gesteld, hoe dan ook, ik wil die beursvloer. Was het ook een soort opdracht voor de opleiding? Indirect. Je moet jezelf een doel stellen voor de opleiding om iets voor elkaar te krijgen. En ik heb als doel gesteld een mini-beursvloer te organiseren met minimaal 10 matches en dan 10 bedrijven, 20 organisaties. Nou, dat hebben we ruimschoots gehaald hier vandaag. En heb je dan zelf die organisaties en bedrijven aangeschreven? Ja, ik heb sowieso contact via de nieuwsbrief en de krant uiteraard en Eenmaal TV waar ik dan de dia's plaats om alle organisaties te informeren. En persoonlijk ben ik dus aan de slag gegaan via LinkedIn en allerlei contactgroepen van de Baarnse bedrijven en dat soort dingen. Om bedrijven over de streep te halen en dat samen met de Rabobank die weer hun zakelijke klanten heeft benaderd. Dus zo samen hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om er een succesverhaal van te maken. Dus een geslaagde beursvloer? Meer dan geslaagd.